Good morning YouTube! Yo, gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben DeleteNL, oftewel Jeff. En ja, dit is eigenlijk een vervolgvideootje op de video van gisteren. Heb toch eens een keer respect. En ja, ik had zoiets, weet je wat, ik zat er vannacht eraan te denken. Vannacht had ik nachtdienst. En ik weet je wat, ik moet hier een vervolg op maken. En ja, bij deze is dit gewoon het vervolg dan. Want ja, ik heb heel veel reacties gehad, heel veel likes gehad. Ik zit nu op de 216. En daar ben ik echt super blij mee. En ik ben er helemaal blij mee dat jullie Vis ook zo erg steunen. Maar ja, we hebben eigenlijk alleen maar de slechte reacties weer naar voren gehaald. En ik heb eigenlijk zoiets van, nou, weet je wat, we moeten ook een beetje de positieve reacties naar voren halen. En dus, ja, er zijn toch een aantal reacties tussen van Vis, kop omhoog en ga gewoon door. Ik hoop dat alles weer op zijn pootjes terecht komt. En ja, zo zijn er nog veel meerdere berichten. Ik heb ook een plan van aanpak gemaakt eigenlijk. Dat schoot me eigenlijk zo in ene te binnen. En dat is eigenlijk gewoon op iedere haatreactie gewoon te zeggen van dislike. Dus je kan dislike op een reactie, je kan liken en een dislike geven. Nou, als er veel dislikes op een haatreactie wordt gegeven, dan wordt die automatisch al verwijderd. Dus dan heb een hater daar al totaal geen nut meer van, weet je. Want als iedereen daar gewoon op klikt, dan wordt hij meteen verwijderd, dat bericht. En ja, klaar. Ja. Vis, welkom. Ja. Ja. Graag gedaan allemaal. En ja, ik schrok gewoon echt van die berichten. Ik schrok er eigenlijk meer van, zoals ik al aangaf, dan van jouw bericht. Ik had zoiets van, wow, what the fuck zijn we met z'n allen mee bezig. Voor mij schiep ineens er weer. Had je s'nachts gekeken, hè? Ja, ik zag al die reacties staan. Ik was toevallig hier met Erik samen, die is niet bij me. Ja. En we zagen allemaal die reacties, maar er waren echt gewoon 20 mensen gewoon die hadden gereageerd. Ja, bij mij, ook allemaal met verschillende accounts. Ja. En die hadden allemaal dezelfde reactie, bijna. Ja, precies. En het is ook wel een teken dat het gewoon één of misschien drie vriendjes van elkaar zijn of zo. Ja, inderdaad. Maar goed, als je vriendje dat doet, dan zeg je toch ook, hey, heb je geen respect in je sodemieter of zo. Ja. Het is een beetje vaag en het is gewoon erg jammer. En ja, met deze pak van plan van aanpak had ik toch zoiets, nou, waarschijnlijk kunnen we daar wel mee stoppen. Dan hoeven wij er ook geen aandacht meer aan te besteden. En vooral geen energie meer aan te besteden. Dan kunnen we in ieder geval weer energie besteden aan leuke video's. Want ja, dit soort video's wat ik gisteren had gemaakt, had ik toch zoiets bij. Weet je, ik vind het niet leuk om te doen, maar het moet gewoon. En we moeten gewoon met elkaar moeten we het doen. En ja, we doen het ook voor de plezier voor iedereen natuurlijk. Dus ja, daarom maar een beetje op deze manier. En ja, ik hoop dat het allemaal goed gaat uitpakken, ook voor iedereen, weet je. Sommige mensen denken dat je het alleen maar voor geld doet, hè? Snap je? YouTube. Nou, als ik dit echt voor het geld ga doen, dan kan ik beter gaan stoppen. Want met mijn werk verdien ik gewoon vele malen meer dan met YouTube eigenlijk. Ja. Ja, ik zie het zo. Als ik geld heb verdiend aan YouTube, dan ja, stop ik het toch in een Minecraft server of weet ik veel wat. Ja. Weet je, en waar mijn subs dan ook weer plezier van hebben. Want ik had toen ook 4 kampen, 1 strijd. Ik doe er nou ook niks meer mee. En ja, dat heb ik toen daarvan betaald, weet je, van die centen. En het is ook helemaal niet veel of wat dan ook, weet je, wat je eraan verdient. Ja, het kost meer dan dat eigenlijk oplevert. Want het handeltje wat ik hier heb staan, ja, om een knappe commentary te maken, ja, dan zit ik toch op de 3,5 rug zo'n beetje. 3,5 rug is trouwens 3,500. Ja, precies. Ja, ik praat altijd in meijers en in geeltjes, maar ja, mensen weten vaak niet eens wat het is. Nee, dat zijn oude Hollandse guldens. Ja, precies. Dus, maar dat is al een tijd geleden. Ja. Jammer genoeg. Dat was nog van de goede oude tijd, toen we nog halve guldens hadden. Ja, toen we nog poep met lange oes reden in die tijd. Nee, maar goed. Vis, ja, we hadden er ook een. Gisteren hebben we eigenlijk alleen maar de haatreacties eruit gepakt. En ik had het ook een beetje zo het idee van, nou, misschien is het ook wel leuk om gewoon eens even een paar leuke reacties eruit te halen. Want gelukkig hebben we dat ook nog gehad op jou en mijn kanaal. Nou, ik stel even voor dat jij er gewoon 1 of 2 voorleest. Van, nou, dat zijn echt leuke reacties voor mij. Ja, op het moment van inspreken heb ik er 859 reacties. Komen nog steeds binnen. Ja, dat gaat echt heel hard. Ja. Maar bijvoorbeeld wat ik al zei tegen jou net, hè, voordat we elkaar dit gingen maken dus. Ik heb eigenlijk een leuke video gekeken, ik ken je helemaal niet. Toch wens ik je vreselijk veel sterker toe, want in zo'n situatie voel je je eigen kloten. Ik hoop dat alles weer op zijn pootjes terechtkomt. Laten we het echt met z'n allen gaan hopen.
echt, nou, sterkte, echt heel veel sterkte. Kijk, en dat zijn berichten, Vis. Dat, ja. Weet je, dat doet je tenminste wat. En dat, hij geeft ook aan, hij kent je eigenlijk helemaal niet eens, maar hij heeft wel respect. Hij ja. zegt daar ook in dat hij je steunt en zo. Tenminste, door zulke berichtjes, weet je, dan steun je wel iemand in dit soort tijden. Want ik denk ook gewoon dat veel mensen gewoon heel jong zijn en heel weinig hebben meegemaakt nog in hun leven. Ja, dat is ook wel heel erg goed. Visje, ik zit hier met tranen in mijn ogen. Een vriend van mijn ouders gaan ook gaan scheiden. Hoop dat het goed komt. Respect, respect. Ja, die had ik ook gelezen. En dat is ook gewoon, weet je, dat soort berichten kijken. En dan heb je toch zoiets van, ja, weet je, dat zijn leuke berichten. En daar kun je tenminste wat mee. En dan ja, wordt je gedachte ook weer even op iets anders gezet, vind ik zelf. Of deze bijvoorbeeld, Visje, ik like deze video niet omdat ik het leuk vind, maar ik like hem om je te steunen. Ja. Ja, het is een beetje dubbelzijdig. Hè? Moet je nou liken of niet? Dat vind ik ook wel lastig met dit soort berichten. Van, moet ik nou een like geven omdat ik hem leuk vind? Of moet ik hem nou een like geven om te steunen? En dat is wel altijd... Nou, dan doe ik gewoon een like en dan zeg ik van een like als steun of zo, weet je wel. Ja. Dus. Had je er nog meerdere? Zo even voor je. Ja, ik heb er zoveel. Ja, je hebt er zoveel. Veel sterkte, Fish Army... Bijvoorbeeld dat soort dingen, dat is ook wel leuk om te zien natuurlijk. Ja, ook heel veel met respect en dat soort dingen. Dat is ook een beetje dubbelzinnig. Houd je recht, er zwemmen genoeg visjes in de zee. Ja, precies. En dat is net zoiets als een oud gezegde, wat mijn opa altijd zegt. Zeun, er zijn meer vrouwen dan kerken. Nee, ja. Er zijn meer vrouwen dan kerken. Die gezegde ken ik echt niet. Nee, dat is een beetje, ik denk dat het een Saanse gezegde is ofzo. Oké. Dus. Maar goed, Vis, ja, even over je toernooi. Je toernooi is al weer afgerond eigenlijk. Hè? Hoe is het eigenlijk allemaal verlopen? Want ik heb eigenlijk niet heel veel gekeken, omdat ik heel druk ben geweest met het werk en zo. Ik denk ook niet dat heel veel mensen van mijn kanaal, tenminste, ik denk wel dat er veel gekeken hebben, maar ook mensen zijn die niet gekeken hebben. Ja, ik heb wel 21 dagen een toernooi gehouden, een beetje lang, maar wel leuk. Maar het was wel zeer geslaagd, had ik begrepen, hè? Het is helemaal geslaagd inderdaad. Ik vind het wel in ieder geval. Natuurlijk hebben we een beetje stroeve begin gehad met DDoS en dat soort dingen. DDG en zo. Dus we zijn gewoon naar mijn kanaal gegaan. Ja. Toen hadden we wel een keertje dat de Xbox Live Service niet deden. Toen hebben we een keertje dat de Call of Duty Service eruit zijn geweest. Allemaal in het begin. Dus dat is best wel grappig eigenlijk. Dat allemaal, Ja, je maakt van alles mee dan. En je riep net DDoS. Wat is DDoS voor de mensen die het niet weten? Ja, ik weet het nou een beetje, maar kun je een beetje vertellen hoe of wat? Nou, die wil je niet anders. Je moet voorstellen, iedereen heeft zijn eigen huisadres natuurlijk, net zoals bij de postbode. Hè? Je hebt natuurlijk je eigen postcode en huisnummer. Dus, maar zo heb je ook elke modem in Nederland in principe heeft een eigen postcode, zo moet je zeggen. Eigen postcode dus. Ja. En wat ze dan doen is zeg maar heel veel pakketjes sturen, daarnaartoe, heel veel posten naartoe, zeg maar. Zodat die modem het niet meer aan kan eigenlijk. En dan gaat je internet eruit. Of traag, in ieder geval heel erg traag wordt die, of uiteindelijk helemaal eruit inderdaad. Ja. Overbelast, hè. Zeg maar wat je ook met de oudejaarsdag hebt met de telefoon. Ja, zo is het. Ja, en ik heb toch zoiets ik zie niet echt het lol ervan in, Vis. Jij wel? Nee, ik heb het niet. Ik heb echt zoiets van, waarom zou je dat doen? Het is ook heel erg strafbaar. Is dat zo, ja? Ja, het is echt van 12.000 euro boete of zo en een half jaar gevangenisstraf of zo, zoiets. Zo. Een maand gevangenisstraf, in ieder geval 12.000 euro boete. Nou ja, een maand broodje spinnenvreet. Ik bedoel, liever jij als ik. Ja. Jezus. Ja, dat had ik niet verwacht. Ik denk dat wel mensen dat ook niet weten. Dat er, nee, ik denk dat ze het niet weten. En meestal zijn het wat jongere personen die het doen, zeg maar. Ja, helaas weer. Ja, ja. En dan... Ja, het is allemaal heel simpel, ook voor de politie of wat dan ook. Als je dit soort dingen doet, weet je... Je stuurt altijd een IP-adres mee en met je IP-adres dat gekoppeld aan je adres en dan kom je gewoon s'morgens vroeg, rond een uur of vijf, kom je eigenlijk van je nest afhalen. Ja. Dus ja, dan moet je gewoon mee. Dat is erg zuur, weet je, dat gaat helemaal nergens over. Maar goed, hoe is het voor de rest gegaan? De winnaars? Nou, gisteren de finale gehad, maar die werd er ook, in dit geval was het iPro tegen, tegen QG. En iPro werd het elke keer uitgelekt, dus uiteindelijk hebben we maar gezegd van, nou weet je wat, we spelen niet meer. Ik vind ze allebei winnaars trouwens, want ze zijn allebei in de finale al gekomen, dus ik ga allebei met allebei wel wat doen. Okay. Maar we gaan nog wel van de week even een wedstrijd opnemen, in ieder geval in het geheim, zeg maar. En dat neem ik dan op en dat upload ik dan nog op mijn kanaal. Oké, ja, dus een beetje achteraf, maar goed, het is ja. Wel als echte winnaar bekend te maken, zeg maar. Ja, maar ik hou dan ook graag allebei met ze wat doen, snap je? Ze allebei winnen. Ja, nou jongens, ik zou zeggen...
Ga even naar het kanaal van Vis. Link zal ik even in de beschrijving zetten. Abonneer eventjes op hem. Dan kan je gewoon die twee topteams kun je dan zien spelen. Hey, en dit zijn teams van Xbox, toch? Ja, dit zijn Xbox, hè? Ik speel zelf op Xbox, dus het is natuurlijk... Ja, inderdaad. De eerste keer geloof ik dat een toernooi gehouden werd op Xbox. Ja. Volgens mij wat ik weet. Ja, volgens mij ook. Volgens mij ook. En het was gewoon erg leuk. Maar goed, de gameplay zit er alweer bijna op, Vis. Ik zou zeggen, jongens, nogmaals. Help ons gewoon en doe gewoon mee met de plan van aanpak. Zie je een haatreactie, dan geef je die reactie gewoon een dislike. Wat ik geen haat vind, is dat ik bijvoorbeeld Jeff je geluid staat hard of Jeff je geluid staat te zacht. Weet je, dat soort dingen, ja, daar kunnen wij gewoon wat mee doen. En dan komt het allemaal goed. Ja, maar als je zo'n reactie neerzet, kijk dan ook of wij al bijvoorbeeld op een reactie gereageerd hebben. Niet dat je het nog een keer zegt. Gebeurt ook heel vaak, hè? Dat mensen gewoon echt niet kijken wat er al staat, zeg maar, in reacties. Ja, zo is het. Zo, dat is ook heel mooi. Ja, maar ja, zoals nu ook, Vis, daar moet ik ook eerlijk in zijn. Nu heb je ook 800 zoveel reacties. Kijk, ik ga dat niet allemaal lezen om te kijken of het geluid er goed of niet goed is. Je hebt ook, als je bijvoorbeeld net reageert ergens, en je bent net een van de eerste die kijkt op mijn kanaal, en er hebben al een paar mensen gereageerd, en jij merkt dat het geluid bijvoorbeeld hard, ik zeg maar wat, dan meestal heeft iemand anders het ook al gezegd. En dan moet je gewoon even kijken, weet je. Want anders is het heel vervelend als je gewoon bol 10 keer achter elkaar ziet staan. Dat gebeurt wel eens. Van ja, je geluid staat hard. Ja, daar heb je helemaal niks meer aan, snap je? Nee, precies. Dat is ook irritant, zeg. Ja, of dat ze dan ook even een duimpje omhoog doen op die reactie. Van je geluid staat hard. Dan komt hij toch bovenaan in de lijst te staan. Ja. Dan hoeven ze het ook niet 40 keer te zeggen. Dat scheelt ook weer tijd. Dan hebben ze, kunnen ze die tijd ook weer mooi vrijmaken om op de like-button te klikken, zeg maar. Of een andere leuke reactie erbij te doen. Ja, inderdaad. En zo is het. En dat zijn ook reacties, ja, daar kennen we gewoon wat mee, weet je. En daar kennen we ook wat aan doen. En ja, je hebt niks aan een reactie van niet leuk. Ja, klik hem dan gewoon weg en kijk volgende keer dan, weet je. Yep. Dus. Maar goed, we zitten dik over de gameplay heen. Okay. Ze zeggen, Vis, bedankt dat je even vrij kon maken. Om ook iedereen even te bedanken natuurlijk. Ik zou zeggen, jongens, bedankt voor het kijken weer. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En ik spreek jullie later. Bye bye. Ciao.